Welkom bij Vrijbuiter. In deze video gaan we het hebben over je oude vertrouwde skis. Ooit waren ze nieuw of heb je ze met tweedehands op de kop getikt. Maar nu sta je voor een belangrijke keuze. Zijn ze aan vervanging toe? Of kunnen ze nog meerdere rondes mee en hebben ze alleen een onderhoudsbeurt nodig? Ten eerste, check de staat van de skis. Kijk goed naar de skirand en naar de base. Als je merkt dat er diepe krassen, beschadigingen of slijtageplekken zijn, dan kan het een teken zijn dat ze aan vervanging toe zijn. Is de schade niet te ernstig, grote kans dat wij hem kunnen fixen. Bij Vrijbuiten bieden we diverse services aan, zoals waksen, slijpen en het opvullen van krassen in het belaag. Daarnaast is de stijfheid van de ski belangrijk. Na zo'n 8 à 10 jaar gaat de stijfheid uit de ski en adviseren we voor nieuwe skis te gaan. Dan merk je dat de ski onrustig wordt op hoge snelheid en dat het comfort uit de ski gaat. Let ook goed op de bindingen. Controleer of ze nog goed werken en geen beschadigingen hebben. Het is ook belangrijk dat je skis elke 2 jaar laat afstellen. Bekijk onze video over het afstellen van de skis. Tot slot, let op je eigen niveau en doelen. Als je skills zijn verbeterd en je wilt meer uitdaging, kan een ander type ski daarvoor geschikter zijn dan de skis die je nu hebt. Skis met de nieuwste technologie bieden vaak betere prestaties en comfort. Als jouw skis al enkele jaren oud zijn, is het misschien tijd om op te kreden. Dus samengevat, let op de staat van je skis, de leeftijd, de bindingen en je vaardigheden. Als je merkt dat skis tekort skiet op meerdere punten, is het tijd om je skis met pensioen te sturen. Hopelijk heeft deze video je meer inzicht gegeven en kun je een keuze maken over het lot van je skis. En of je nu voor een reparatie van je latten kiest of voor een nieuw exemplaar gaat, mijn collega's en ik van Vrijbuiter staan voor je klaar met het juiste advies.